Maar hij verbrandt alles hier. Wat een brandstichter is die gast. Yo, what's up iedereen? Het is natuurlijk weer kerstmis en daarvoor moet ik uiteraard een mooie hoedje op hebben. Zo'n mooie kerstmis. En ik wil vandaag eindelijk eens eventjes met de vriend opnemen. Mag ik je voorstellen aan Julian? Spring maar naar beneden. En ik wil jou... Hallo. Ik wil jou wel bedanken voor het maken van deze mooie hoedje op mijn hoofd. Het staat daar echt goed gewoon. Ja, toch? En een mooie kerstpak heb je aan of zo. Ja, ik weet dankjewel. Niet. Hey, wil je likkie? Godverdamme. Nee, maar laten we gewoon even serieus even potje Skyward spelen. Yeah. Ik heb echt gewoon freaking veel zin in gewoon. Speel je een muziekinstrument of zo? Ik wil het liever niet over. Kom op. Ik heb heel veel falen verteld in mijn livestream en oh shit, is overpowered. Oh fuck. Ik haat overpowered bij deze map. Ja, want je kan er zo afgetiefd worden. Wil jij een instrument? Ja, ik speel piano. Piano? Ja, ik heb het ook een tijdje gespeeld. Hé, hey, jij doet het ook eventjes, hè? Ja, eventjes maar. Een paar lesjes maar. Veel in ieder geval. Maar ik ga eventjes naar deze kerels daar toe. Ik ga die kerels even wel laten zien. Nou, ik heb... Hoeveel gouden appeltjes heb jij? Heb je... 55. Heb je geen knockback boog of zo? Ja, dat waar ik schiet nu, hè? Ja, maar weet je wat het probleem is? Ik bedoel, het is beter als je ze knockbackt of zo. Dat is een knockback ding, dit. Oh ja, dat is waar ook de knockbackjes niet meer zo sterk als vroeger. Als jij blijft schieten... Ik heb geen pijlen meer. Fuck. Fuck, hier, neem eventjes 64 stack, 5 en... Zo. Heb je wat gear voor mij? Heb je wat gear voor mij? Nope! Oké, let's go back. Nee, Jon, wacht! YOLO! Nu! Die keer of vlieg? Die vlieg, gast, serieus! Die flying, de hating... Ben je dood? Ja, hij heeft me eraf gegooid. Ja, vervelend. Die gast die vloog. Nee, kakker. Oeh, je moet een losje, pas kan ik misschien nog wel redden. Oh, nog eentje. Serieus, gast! Holy shit! Wat een montage zeg, wat een montage jongens. Hij vloog en schoot me eraf. Ja, vervelend. Oh, kijk uit. Oh. Ja, ik zie dat de meid zit daar. Oh, Unicorn 2004 gaat echt zoveel problemen krijgen. Weet je, dan is hij nu 12 jaar oud. Dus die zou je best kunnen kennen. 12 jaar, nope. Ja, 6 plus 6 is 12, ik kan rekenen gelukkig. Hey, ik... Oké, ik ga kijken als ze... Oh, wacht. Oh shit, ze zit ook met teams. Ze doet ook teams. Game production. Ik heb honger, jongen. Kak, ik heb die pijlen allemaal jou gegeven. Oh, kut. Ja, kom maar. Oh! Cool, ze heeft geluk. Ze heeft zoveel geluk. Ze heeft echt geluk, zeg. Oh, jongens. Kijk, take that! Zo genaaid, weet je dat? Oh! Holy dat wij kan wel PvP hoor. Of nee, laat maar, ze kan niet PvP, ze doet het even dacht. Of deze kan wel PvP. Ja, wat is het nou? Oké, ze kan wel PvP, soms. Maar soms ook niet. Het is gewoon moeilijk om. Echt een naaid, Johan, echt hoor. Ik naai mensen, lekker. Dat doe ik dan, lekker mensen naaien, zeg. Ja, dit was. Oh, Johan, dit was echt heel erg dit. Ja, ik heb wel pijlen nodig. Hoeveel pijlen heb ik? Ik heb 3 pijlen, dat is niet echt. Handig voor mij. Ik ga denk ik zwaar dood als ik nu even geen goed plan denk. Ik kan kiezen of ik ga mijn enderpearl nu gebruiken of ik wacht tot het camping. Ik ga naar midden toe. Ja, maar dat is te ver. It's too far. Ja, nu. Ik ben echt ook zo slim. Wacht, ik ga met ze. Dit is echt een tactiek wat ik altijd gebruik. Nou, hij weet ook mijn tactiek, hè? Hey. Hey, hij naapt me na. Echt een naper is hij. Hij eet me na. Oh, wat. Check die face. Het is gewoon een face van een aap. Hij naapt me ook gewoon na, letterlijk. Hey. Zo, ze hebben een mini-bunker gemaakt of zo. Stoer, hè? Oh, waarom mis ik hem? Oh, fuck. This guy has so much lucky. Yo, ja. Oh, hij valt eraf, wat een dom! Oh man, is dood. Wat een karma is dit, joh. Ja! Shut up!
Ja, die kerel gaat eraan, die kerel gaat eraan, die kerel gaat eraan. Ashley Knolpower. Hero. Madnax is dood. Doe ik me denken aan de Matrix naam. De Matrix welke? Ja, ik doe ik heb net gekild. Madnax. Ja, doe me denken aan de Matrix. Of de Matrix. Maar hey, hier kan ik tenminste op YouTube krijg ik tenminste altijd plezier gewoon. Ik bedoel, als mensen mijn video's bekijken, die vinden het gewoon leuk. Dat Ja, dat is het leukste wat er is. Ja, even wel voor mij serieus is het wel echt een van de leukste dingen gewoon. Dat mensen mijn video's kijken die je gewoon leuk vinden. Ondanks dat er soms wel eens dingen fout lopen of zo met opname of met woorden of wat dan ook. Dan vinden mensen het alsnog gewoon leuk. Dat maakt me echt blij gewoon. Oké, het is 1 tegen 1 allemaal. Dus ik ga gewoon geen kist meer looten. Ik ga gewoon met al het slechte gear ga ik gewoon op hem af gewoon. Hij weet niet wat hem zal overkomen. Er ligt een helm daar. Ja, maar daar niet nodig. Ik heb geen helm nodig. Oké, ze heeft een appel genomen. Ze heeft een appel genomen. En stop het schieten, bitch. Bitch. Ga eraf. Doei. Nee, wacht. Ik wou nog je diamond broek hebben. Oh nee, ze is dood. Nee, die meid is dood. Ja, vervelend. Maar weet je misschien waar die laatste speler is? Ik bedoel, daar ben ik ook alvast van zijn gezeik af. Ja, ik kan wel even kijken. Is hij naar midden gegaan? Ja, hij zit in het midden. Ja, hij zit helemaal in het midden, joh. Oké, dan wordt het echt wel lastig. Ik bedoel, ik heb een enderpearl, dus ik heb... Ik zou echt naar het midden gaan, als ik jou. Ja, ik ga ook gewoon naar midden, Maar ik heb zoveel dat hij een plan voor mij bewaard heeft. Nou, misschien niet. Hé, er liggen allemaal gear daar. Ja, maar daar heb ik... We moeten even een broek hebben, Johan. Anders kan je het echt niet halen, misschien. Hij komt. Hij komt! De PvP'er! Is het een PvP'er? Ik weet niet. Nee, hij is, het is geen PvP, hij doet 1 per dag. En echt bij overbouwen kan je beter geen vuur gebruiken, want... Het heeft niet echt zoveel zin. Waarschijnlijk snapt hij dat niet. Oh, hij heeft een notchappel ingenomen. Ik ga op zoek naar een naar wat appels. Ja, lekker, joh. Oh, hij zet er gewoon lava neer. Oh. Oh, wacht, hij kan wel PvP trouwens. Oh, Johan. Oh, jongens, dit wordt echt zo lang. Ik heb een zwaardje. Ik heb een zwaard. Oké, die knul heeft. Ik heb nu mijn notchappel in mijn hand. Dus ik denk dat ik wel misschien mijn notchappel zou moeten gebruiken. Maar hij verbrandt alles hier. Wat een brandstichter is die gast. Some men just wanna watch the world burn. Brandstichter. Brandstichters! Maar dat is wel mooi, want straks domt hij naar beneden toe en dan heb je gevonden. Nou, opwek hè. Ja, dat kan ook. Dat bedoel ik nou! Oké, neem je notch, of niet? Nee, oh fuck man. Ik heb echt problemen zeg. Maar hij heeft wel heel veel hits genomen, hij gaat lava naar beneden gooien. Achter je, wat fuck. Nee, die knul gaat... Ik moet alles stoppen hier hoor. Of je moet gewoon weg, heel snel, heel sneaky. Nee, ik vlucht niet. Fuck, waarom? Waarom jou om? Ik trap er weer in. Dat was zo grappig, joh. Hij zit hier van niks te doen hier. Nee, weet je, ik ga gewoon naar hem toe. Ondanks dat hij lava plaatst. Goeie. Is hij blind of zo? Oh nee, hij is niet blind. Nu gaat hij eraf. Nu gaat jij een keer eraf, hè. Nu gaat jij een keer eraf, hè. Jij hebt echt een brandgesticht hier, ook. Tijd om een notch te nemen. Zo hard even, hard weer. Nu gaat hij eraf. Ja. Oh. Hij is ook notch up. Is hij dood? Nee. Ja! Eindelijk! What the fuck, GG! Eindelijk het einde deze kapot lange strijd, zeg jongens! Oh, jongens! Oh. GG gewoon!
In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video, mensen. Als jullie het natuurlijk een epische video vonden. En jullie vonden natuurlijk ook dat jullie een geweldig op PvP'en. Abonneer dan sowieso even op zijn kanaal. En je ziet hier een lekker suiker... hoe heet het ook weer? Volgens mij is het een suikerstok of zoiets. Suikerstok of zo. Nou ja, in ieder geval, als je dat lekker vindt, abonneer dan sowieso even op de kanaal van Julian. Linkje daarvan staat sowieso in de beschrijving. En dan zie ik jullie gewoon later. Kaboom!